hier draait het allemaal om. En het ziet er best wel cool uit hoor. Kijk, daar heb je de grootste. Dat is de koningin de mier en die legt dus allemaal larven. Die ga ik sowieso lezen. Mieren zijn helden. Denk dat ik jullie dan weer een update geef als ik wat verder ben met dit voor elkaar. En als ik dit eigenlijk helemaal klaar ga maken. Lux HD. Hallo mensen, vandaag is het heel leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol en vandaag breng ik jullie weer een nieuwe vlog. Vandaag is het een update over de mieren. Naast het feit dat ik ga verhuizen, want zoals je misschien een beetje om je heen ziet, de kast is leeg. Die kast is leeg. Oftewel, we gaan over 1 of 2 dagen al verhuizen. Als je dit ziet, ben ik waarschijnlijk al verhuisd. Ik hoor ineens mijn naam. Ja? Ben je een vlog? Ja. Maar ik denk, je doet van mij een pizzatje erin. Pizza? Oh. Ik doe helemaal geen pizza erin. Ik ga nieuws brengen. Oh mijn god, succes! Ja, Jill weet het ook al. Want ik denk, je hebt het waarschijnlijk al gezien aan de titel, maar ik denk dat mijn mieren dood zijn. Denk ik. En dat is echt fucking kut. Maar ik zal het je uitleggen. Dit is dus al helemaal leeg, want dit is allemaal al ingepakt in dozen en noem het op. Hier heb ik nog wat spul liggen. Die ik gebruikte voor de mieren. Dus wat honingdauw en andere rommels. Nog een beetje plakkerig. Maar die heb ik denk ik niet meer nodig. Want ik denk dat helaas mijn mieren zijn overleden. Ik kan namelijk geen enkel miertje meer herkennen. Of bekennen. Dus ik weet niet waar ze zijn. En aangezien de mieren niet zomaar kunnen ontsnappen. Omdat dat ding natuurlijk normaal altijd dicht zit. Denk ik niet dat ze... Ja, ze nog leven. Ik zie ook verder helemaal niemand. Ze hebben wel een hele mooie gang gegraven, zoals je ziet. Het ziet er fucking vet uit. Ik heb ze daar nog geen één keer doorheen zien lopen, echter. Dat is wel jammer. En aan de andere kant hebben ze ook hele vette gangen gegraven. Hier een klein stukje waar je dan doorheen kan kijken als het een beetje licht is. Dus ze hebben wel echt goed hun werk gedaan. Maar ik zie ze niet meer. Dus ik denk serieus dat ze dood zijn en dat ze er niet meer zijn. Maar eigenlijk is er maar één manier om erachter te komen. En dat is om het open te maken en te kijken waar ze dan zijn. Wat ze hebben gebouwd. Wat is er aan de hand midden in dit... kleine stukje. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier in dit hele gebergte van zand? Dus ik denk dat ik jullie meeneem naar het balkon en dan gewoon even dit ga leeggraven of leeggooien. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen. Maar daar komen we vanzelf achter. Dat gaan we nu doen. Let's go. Zo. Nou, Pip is hartstikke enthousiast. Ik zit nu buiten. Hé, hey, Pip, niet doen. Dat is mijn wat. Die heb ik nodig. Nee. 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 Die heb ik nodig. Nee. Nee. Ik ga dit gewoon een beetje uitgraven als het ware. Niet doen, Pip. Kom op. Kom op, laat me nou even mijn hobby uitoefenen. Kom op, Pip. Kom op, man. Kom op, man. Ik denk dat ik gewoon alles hier zo drop en een beetje probeer uit te graven. Want hier was het gat waar ze hebben gegraven en waar ze zeg maar elke keer naar binnen gingen. Dus ik denk dat ik hier moet beginnen om met een steentje wat zand eruit te halen. Trouwens, excuses voor de geluiden die hoort op de achtergrond. Dat zijn allemaal kinderen die aan het blaren zijn, omdat ze aan het buitenspelen zijn. Ik wist niet dat kinderen dat nog deden tegenwoordig. Maar het is heel fijn om te horen dat er nog kinderen leven en die ook nog buiten spelen. Dus dat is fantastisch nieuws. Ontzettend fijn. Ik ben niet echt in een goede mood zoals je hoort. Maar dat komt natuurlijk omdat mijn mieren dood zijn. Ik vind dat echt fucking kut. Ik vind het echt fucking kut. Het nadeel vind ik nu wel dat ik kan niet echt op een goede manier nu die gangen natuurlijk checken. Maar misschien als ik hem gewoon ondersteboven gooi.
Hoppakee. Kijk hoe vast het allemaal zit. Het is ook allemaal, er zit vet veel vocht zit erin. En dat was eigenlijk heel goed. Nou, je zal heel vaak mij in de camera zien, want hallo, daar ben ik weer. En zoals je ziet, hier zo heb ik nu denk ik 2-3 centimeter in de bodem. En je ziet hier ook een gang. Dus dit is denk ik dichtbij hun waar ze hebben geleefd. Maar ik vraag me echt af, hoe krijg ik dit er allemaal zeg maar uit? Oh wacht, ik kan hem ook gewoon kapot maken. Dat kan natuurlijk ook. Sorry als je dit kijkt, meneer die het voor mij heeft gemaakt, zeg maar. Waar ik het van heb gekocht. Maar ik denk dat dit de beste manier is om die mieren eruit te halen. Oké, dat ging niet helemaal op het plan. Oh, ik heb ook een snee in mijn vinger. Nou, fijn dit. Dit was niet echt de bedoeling. Auw. En we kunnen weer verder. Het deed een beetje pijn. Maar gelukkig heb ik een hele goede vriendin en die heeft pleisters. Dus heb ik nu een pleister. Dit was geen slim idee. Om dat zo op deze manier te doen. Maar ja, hij gaat wel makkelijk kapot. Dus misschien moet ik gewoon even een hamertje tik gaan doen. En moet ik hem gewoon zo open knallen. Want om nou verder te gaan breken met mijn handen, dat zie ik niet zitten. Ik zie ook nog geen mieren in dat zand zitten. Ik denk dat ze namelijk helemaal op de bodem zitten ergens. Dus ja, ik ga even een hamer pakken. Oké, ik heb gevonden. Een hamer en een schroevendraaier. Ik kan met een schroevendraaier ook nog wat dieper in het mierennest als het ware. En met de hamer kan ik proberen open te breken. Ik ga denk ik eerst de hamer proberen. Om even kijken of ik een scheurtje kan maken hierin. Want als zelfs de mieren nu er niet uitkomen, dat betekent wel dat ze gewoon helemaal niet eens meer leven. Dat kan niet anders. Oh, kijk. Oh, nee. Dit is fucking nice. Holy shit. Kijk deze fucking shit. Fuck yes. Shit, shit. Poep. Shit. Fuck yes. Oh, yeah. Hij gaat hier een beetje open. Oftewel, hier dat randje. En dan gaat hij scherp stellen op mijn fucking schroefdraaier die daar ligt. Doe eens normaal. Hier is het actie. Hier is de actie. Dank je. Kijk, hij gaat een beetje open. Dus ik ga proberen om dit randje zo helemaal open te zetten. En aan de andere kant ook. En dan kan ik hem misschien openvouwen. Dat zou wel nice zijn. Maar ja, ik ben geen knutselaar. Tenminste, geen goeie. Come on, ga een beetje open, een beetje los. Dat is een gevaarlijk spul, dit plastic. Ik adviseer jullie ook om dit niet thuis te doen, zeg maar, als in het einde zeg maar, van je mieren ding. Want zoals je net al zag, ik kreeg verwondingen. Ik probeer nu die hoek kapot te maken. Ja, kijk. Hij gaat nu aan beide kanten een beetje los. Ja, bijna. Oh, kijk, we kunnen er al in kijken. Oh, yes. Ik zie de gang al. Are you kidding me? Ik zie nog een levende mier. Are you fucking kidding me, bro? Nee, daar loopt nog een mier. Are you kidding me, bro? Fuck. Nee, dat meen je niet. Als dat zo is, als er nog meer dan één leven... Het zou echt kut zijn. Oh, want ik heb dat nog helemaal niet goed uitgelegd. Oké, ik heb het nog niet goed uitgelegd. Daar kom ik ineens op. Want hoe weet ik nou zeker dat die mieren dood zijn? Nou, 1. Ik heb iedere dag heb ik een paar keer gecheckt om te kijken of ze naar boven kwamen. Of ze nog leefden. Niks gebeurde daar. Geen fuck. Helemaal niks. Ik heb eten boven aangelegd. Begon gewoon te schimmelen. Dus dat heb ik er weer uit moeten prikken met de pincet. Want schimmel, dat is niet goed voor de mieren. Kunnen ze ziek van worden. Helemaal niks. Dus nu zie ik ineens een mier hier zo lopen. In dit fucking ding. Hoe kan dit? Na een week gewoon. Heeft hij een week lang gewoon onder de grond of zo? Ik weet het niet. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Ik ga meteen weer even de camera goed neerzetten. Hierop. En meteen even verder filmen. Kijken of ik hem goed open kan krijgen. Wat een rotzooi. Nice. Hij is al een stuk meer open. Andere kant misschien ook even doen. Ja, nice. Oké, volgens mij hebben we hem. Ja, we hebben hem. Kijk dan joh. Dit hebben ze dus allemaal gemaakt. Ik zie godverdorie nog levende mieren ook. Wat is dit voor bullshit man. Kutzooi. Nou dit is gewoon een stuk hard zand. Hier zit niks. Kijk er loopt hier al een mier. Er loopt nog een mier. Maar wel vet ziet het eruit. Weet je, ik heb zo'n dubbel gevoel nu. Ik dacht serieus dat ze dood waren.
Nou, wat doe je als mieren dood zijn? Ja, dan ga je eens kijken of het ook echt zo is. Op deze manier blijkbaar. Tenminste, ik dan in ieder geval. Maar... kijk, hier lopen ze. 1, 2, 3, 4 zijn er nog. Zie ik tenminste lopen. 1, 2, 3, 4. Hier zit verder niks in, volgens mij. Sorry jongens dat ik jullie hele paleis sloop. Alles waar jullie hebben aan gebouwd. Maar ik zie helemaal geen koningin nog meer. Ik zie helemaal geen larf, ik zie helemaal niks. Hier loopt nog een mier. Daar lopen een paar mieren. Twee, hier is een dooie mier. Dus er is wel iets gebeurd. Oh shit, ik liet hem bijna vallen. Er is wel iets gebeurd, maar... Waar zit die koningin dan? Hoe kan dat nou? Waar ben je nou? Koningin. Hier zie ik iets van een... iets wittigs, zeg maar. Dus dat lijkt erop dat hier... het kan zijn dat dit zeg maar een soort van afvalding is geweest van de mieren. Mieren hebben namelijk een gang zeg maar, waar de koningin dan de larven neerlegt. En een gang waar zeg maar, mieren alle afval neerzetten. Dus dode mieren of dingen die overblijven van wat ze hebben gegeten. Dus die fruitvliegjes vinden ze bijvoorbeeld de vleugels niet fijn. Dus die vleugels die flikkeren ze dan op de berg afval. En daar hebben ze dan een speciale gang voor. En dat ziet er wel naar uit dat het is geweest. Alleen het meest rare van dit allemaal... vind ik dat ik nu de koningin niet terug kan vinden. Gewoon weg. Terwijl hier nog wel mieren lopen. Hier lopen mieren. Zie je dat? Er lopen er nog twee. En ik had er een stuk of, nou wat was het, 15 of zo, 20 denk ik. Maar het is gewoon, de koningin is gewoon weg. Kan dat nou ook niet hier tussen? Oh, hier zie ik wel iets. Ja. Ik heb hem. Dit is de koningin. Sowieso, dit is de koningin. Kut, waar is hij? Oh, hier. Dit is de koningin, sowieso. Dit is de koningin. Ik denk dat ik hem heb. Of haar heb, eigenlijk. Dit is volgens mij de koningin. Ja, ik denk dat dit hem is. Dat dit haar is. En dat denk ik, omdat dit is geen normaal stukje zand. Hier zit iets in of iets bij of zo. Even kijken, als ik het open... Zie? Ja, ik heb nu de kop eraf, zeg maar. Denk ik. Denk het wel. Ze was al een beetje aan het verteren. Volgens mij zit de koningin. Kutzooi. Terwijl hieronder nog de puinzooi ligt die ik heb achtergelaten, moet ik helaas gedag zeggen dus tegen mijn mieren. De koningin, ik denk dat ik hem net had. Ik denk dat hem was. Het was een beetje zwart namelijk. En het voelde anders. Het voelde niet als zand. Het voelde een beetje... dat je het kan afbrokkelen als het ware, wat hard was. Ik denk dat dat de koningin was die aan het verteren was. Ik heb geen idee wat mieren doen als hun koningin doodgaat. Ik weet het niet. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Misschien kan die mierenkenner van die mierenboerderij mij dat uitleggen wat ze dan doen. Stel hun koningin gaat dood, wat gebeurt er dan? Ik denk zelf persoonlijk dat, want dat klinkt logisch, als de koningin doodgaat... dan gaan de mieren gewoon nog hun ding blijven doen. En totdat er geen nieuwe mieren meer aangemaakt kunnen worden via de larves, wat van de koningin komt. En dan is het gewoon einde verhaal en dan roeien ze eigenlijk zichzelf uit zonder dat ze het doorhebben als het ware. Ze kunnen niet of ze gaan niet op zoek naar een nieuwe koningin, denk ik. Dus ik denk dat dat hier nu ook het geval was. Dat er nu nog twee of drie mieren dus levend waren. En de rest is allemaal gewoon al uitgestorven en dood gegaan. Ze kwamen niet meer boven. Ze aten niet meer. Ze namen het eten niet meer. Ik heb ze honing gegeven, honingdauw gegeven. Ze hebben op zo'n steentje gesmeerd. Dat hebben jullie nog gezien met Enzo. Je hoeft ze maar één keer in de zoveel tijd eten te geven, überhaupt. Dus ik heb ze dan bijvoorbeeld twee of drie fruitvliegjes gegeven en dan twee weken niet meer. Dus het is... Ik ben er niet eens zo heel erg mee bezig, omdat het zo... je hoeft het maar één keer in de zoveel tijd te doen. En nu is het gewoon einde verhaal, zeg maar, voor mijn mieren. Ze lopen op mijn hamer en op mijn schroeven draaien. Hier loopt een mier. Ik laat ze gewoon lekker lopen, ik laat ze lekker leven. Het kan me niet schelen dat ze hier in huis... of hier in de buurt of wat dan ook rondlopen. Dat boeit me echt geen fuck. Wat doen twee of drie mieren nou? Voordeel, we gaan verhuizen. Misschien komt het ook wel een beetje stiekem goed uit dat we gaan verhuizen. Dan kan ik misschien op een andere manier de mieren doen. Of misschien een andere soort mier gaan houden. Ik vond dit echt een enorm leuk experiment. En ik wil ook zeker weten nog een kolonie gaan starten. Ik neem jullie gewoon weer allemaal mee als ik weer een nieuwe kolonie start. Het is jammer. Het is heel erg jammer. Ik vind het oprecht spijtig dat de mieren weg zijn.
oprecht, ik vind het echt jammer. Ik schrok me dood. En ik kon het ook niet geloven. Daarom heb ik toen ook elke dag gecheckt van, komen ze echt niet meer? En waar zijn ze nou? En eten neergelegd en geprobeerd te lokken, zeg maar, als het ware, om naar boven te... Zodat ze naar boven kwamen, maar het was te vergeefs. Ik moet helaas nu afscheid nemen van de mieren. En maar gewoon een andere soort kolonie of een andere iets beginnen. Ik ga denk ik gewoon die kerel van de mierenboerderij opbellen en vragen van wat kan ik het beste doen? Wat ging er misschien fout? Ik ga hem uitleggen wat ik allemaal heb gedaan en hopelijk wat meer ervan leren. Maar het kan niet altijd goed gaan. Het is niet zo dat een mier, je hou je in een formicarium en dan leeft hij en dan heeft hij daar jarenlang veel plezier. Nee, je moet maar hopen dat je de juiste hebt gevonden. En helaas heb ik dus niet de juiste gevonden of heb ik het niet goed genoeg verzorgd. Maar ik weet nu wel dat ik echt sowieso om de dag moet checken of de mieren er nog zijn en of er mieren boven komen. Of ik nou een half uur boven dat formicarium moet hangen of al 5 minuten, het interesseert me geen kut. Ik ga gewoon kijken om de dag of er een mier boven komt om te kijken of ze nog leven. Want dat is gewoon echt heel belangrijk. En als ze niet leven, ja weet je, er is ook weinig dat je kan doen natuurlijk. Maar het is gewoon, dan kun je in ieder geval misschien wat extra water geven. Of wat extra honingdauw geven. Of wat extra eten geven. Zodat ze weer energie krijgen en dat ze misschien het nog weer ook kunnen overleven. Of misschien de schimmels weghalen uit het formicarium of wat dan ook. Weet je, het zijn mieren, het zijn insecten. En die zijn onvoorspelbaar. Kijk, een hond, een huisdier is van, je geeft eten en drinken. En als hij ziek is, ga je naar de dierenarts. Maar als een mier, geef je eten en drinken. Maar als hij ziek is... Wat doe je dan, weet je wel? Wat doe je als een mier? Dat doe je niks. Want dat... De mierenarts. Ik bedoel, dat is er niet. Dus ja, het is gewoon kut. Ik ga deze shit nu opruimen. En ik zie jullie graag in het volgende huis bij een nieuwe mierenvlog. Nou, misschien wel een hele andere kolonie. Laat weten in de reacties wat ik zou moeten beginnen. Hoeveel mieren ik zou moeten stammen. Als je ideeën hebt, überhaupt. Laat me maar weten in de reacties en wat je ervan vindt. Ik hoop dat jullie de flashback van de mieren ook vet vonden. Ik ga ze niet begraven, want ik heb ze niet allemaal teruggevonden. Alleen de koningin heb ik teruggevonden. Maar er was ook nog maar een half stukje van over. Dus dat is een beetje raar. Heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot in het nieuwe huis. Doei. Oh, kut. Oh.